Mijn naam is Jessica Nertog. Ik ben werkzaam bij Lely Center Bunschoten. Ik ben de adviseur van Niek en ik heb hem begeleid tijdens de opstart en overgang naar automatisch melken. Ja, Niek is opgestart in januari met automatisch melken. En wij komen 2 à 3 maanden vooraf al op het bedrijf om het opstarttraject uit te leggen. Daarna komt de projectcoördinator, die plaatst de robot. En ook daarna volgt nog een traject van 3 maanden met ons als bedrijfsadviseur om het management en alle data die de veehouder binnenkrijgt via zijn nieuwe melksysteem, om daarmee te leren werken. Dan zeggen we, de klant kan met het systeem werken en die is volledig bekend met hoe alles draait. En daarna start eigenlijk de continue begeleiding. Dus de klant heeft daarna nog steeds de mogelijkheid om ons in te schakelen om advies in te winnen over hoe hij bijvoorbeeld het weiden het beste op kan pakken of als hij tegen problemen aanloopt of moeilijke management kwesties. En zolang de klant is van Lely, kan hij gebruik maken van ons advies rondom het automatisering van het bedrijf.